Dit is Sebastian. In de afgelopen 2 jaar heeft Sebastian al mijn Minecraft-video's geëdit. Hoe vaak heb je het zelf eigenlijk gespeeld? 1 keer. Nou, dat wordt nog wat. Vandaag krijgen mijn editor en ik allebei 30 minuten de tijd om een McDonald's te bouwen. Goed, Sebastian, ben je er klaar voor? Ik hoop het. We gaan het zien. Jij hebt 1 keer ooit Minecraft eerder gespeeld. Ja. En je moet nu gewoon een McDonald's bouwen. Jij bent team geel, ik ben team blauw. We krijgen allebei een half uurtje de tijd. En dan ben ik benieuwd wie de mooiste McDonald's heeft gecreëerd. Nou, ik denk natuurlijk dat ik het heb, maar goed. Nou, succes. Gaan we naar je platform toe. Ik ben benieuwd of je weet hoe. Oh, je weet gewoon hoe je moet vliegen. Nee, dat was echt toeval. Alleen, hoe ga ik naar de grond toe? Nog een keer, 2 keer spatie. Oh, kijk, ja, zo, top. Ja. En als je 2 keer spatie klikt, dan vlieg je weer. Ah, ja, kijk. Zo ja. Oké, okay, nou goed zo. Hey, ik zie je over een half uur. Ja, helemaal goed. Joejoe. Goed, jongens. Sebastian is natuurlijk nu begonnen met zijn McDonald's. En laten wij ook even beginnen met onze McDonald's door eerst de McDonald's blokjes erbij te pakken. Rode concrete, gele concrete. We pakken deze voor de normale muur. White concrete erbij. En ik wil eigenlijk ook een soort hout erin hebben. Nou, misschien birch plank. Ik denk dat birch wel leuk kan zijn. Goed, we hebben niet een mega ruimte of zo, maar we hebben wel eventjes de tijd. We hebben gewoon een half uur de tijd hiervoor. Dus laten we beginnen met een simpele ingang zoals dit. Nou, dames en heren, ik moet dus een McDonald's gaan bouwen. Nou heb ik, zoals jullie horen, al 1 keer eerder Minecraft gespeeld en verder dus eigenlijk nooit. Ik heb dus eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Is eigenlijk een korte conclusie. Maar goed, we gaan maar wat proberen. De nieuwe McDonald's van tegenwoordig zijn natuurlijk donkergroen met geel. Ik kan die gaan kiezen of ik kan voor de ouderwetse McDonald's gaan kiezen die rood en geel zijn. En ik denk dat het wel leuk is voor de gein om die te proberen. Want ik denk dat Max de nieuwe soort McDonald's gaat bouwen. En ik ga gewoon heel simpel beginnen, denk ik, bij de muren bouwen. En we gaan met een glazen ingang werken. Een glazen voorkant op zijn minst. Alsof het zeg maar een soort glazen deur is die open staat. Weet je, een beetje zoals dit. Een mooi raampje erbij. Nog een mooi raampje erbij. Voordeel is, we kunnen natuurlijk World Edit gebruiken. En Sebastian, die snapt dat niet. Dus ik ga mezelf een mega voordeel geven door gewoon World Edit te gebruiken. Hier, we gaan polished stuff gaan we ook gebruiken. Voor de vloer, dat is mooi. Dan aan deze kant hier wil ik gewoon eventjes het hout gebruiken. Misschien dat ik hem nog iets naar achter moet bouwen, want nu heb ik geen ruimte. Ja, dat gaan we nog. We gaan hem even verplaatsen. Ik heb nu geen ruimte voor een oprit. Zo, en dan verplaatsen we hem een beetje hierheen. Kijk, en dan kunnen we hem weer plaatsen. Hoppakee, hebben we iets meer ruimte voor de oprit. Nog 1 raampje erbij, hier. Dit wordt ook allemaal tuff aan de onderkant. Een mooi wit randje erop bouwen hier. Dan hier komen ramen. En ik ga wel gewoon normaal kleur glas gebruiken. Ik ga niet een bijzonder soort glas gebruiken of zo. Oké, dit begint ergens op te lijken. Ik ga deze trouwens een beetje openzetten zo. Even kijken hoor. Ik denk dat qua breedte, ik denk dat dit wel breed genoeg is. Want ik wil natuurlijk ook eigenlijk zometeen een restaurantje aan de binnenkant kunnen maken. Ja, en ik moet natuurlijk tafeltjes en stoeltjes gaan neerzetten. Maar ik heb dus echt werkelijk geen idee hoe ik dat nou weer ga moeten uitvogelen. Maar goed, dat is een zorg voor later. Ik ga eerst zorgen dat het gebouw zeg maar een beetje staat aan de buitenkant. En dan zien we wel hoe het verder gaat lopen. Oh ja, trouwens, ik moet natuurlijk wel een ingang hebben. Want ik heb natuurlijk wel heel leuk de outline. Dus ik ga denk ik gewoon een deur maken. En volgens mij, Maxi zei dat nou al, dat je wel gewoon een deur hebt. Even kijken. Kan ik dan... dat was niet de bedoeling. Ik plaats daar maar gewoon die. Kijk, is mooi. Even kijken dat ik hier 2 deuren maak. Kijk, top. En dan moet ik ook ramen hebben. En volgens mij was dat glas. Kijk, weet je wat het voordeel is? Ik edit natuurlijk altijd die Minecraft video's. Maar ik speel het dus, geloof het of niet, ik speel het dus nooit. Maar omdat ik het af en toe dus natuurlijk edit, weet ik wel enigszins hoe dit werkt. Dan ga ik met de kleur geel ga ik een soort tuintje aan de voorkant creëren hier. Met de ingang dan ook precies waar de ingang hier zit. Dus dit weg. Zo, ja, dat is leuk. Even kijken. En die gaat tot hier. Maar ik wil hier daarentegen wil ik wel nog een hele rode muur hebben zoals dit. Want de McDonald's heeft natuurlijk rood en geel zijn de kenmerkkleuren van de McDonald's. Dus nog 1 laag rood. En dan denk ik dat we ook een M kunnen maken zoals dit. Even kijken. Hoe maak ik een mooie M? Wacht, ik doe het verkeerd. Zo, zo. Ja, zo maak je een M. Oh, dan hoeft hij niet. Dan kan hij eentje dunner zelfs. En misschien is het... Ja, dit is een betere M. Zo. Dan maken we hem misschien eentje dikker. Even kijken. Hoe is dit? Oh, ik moet oppassen dat ik hem niet te lelijk maak. Want straks maak ik hem lelijk. En dan representeer ik mezelf als de pro. En dan maak ik hem lelijk. Oh ja, dat wordt nog een ding. Dat gaat nog een heel ding worden dit. Oh god. Misschien kan ik hier strepen van maken. Zo. En daarachter dan weer grijze blokken. Hoe is dit? Oh, dat is al iets beter. Het is al iets beter als ik het zoals dit doe. Misschien dat ik dan de M wel verplaats. Nee. Ik heb een idee. We gaan hem toch dichtbouwen. We hebben ook nog dik 25 minuten tijd. Dus dit moet helemaal goed komen. Ik ga dit rode blok zelfs eentje dikker maken. En misschien in plaats van dat de M erop zit, kunnen we de M wel gewoon erin maken? Is dat leuk? Nee. Kijk, dit ziet er op zich wel grappig uit.
Dan zou ik nu zeggen, laten we hem ongeveer tot hier doorlopen. Hier komt een plat wit dak op, dus laten we dit dan ook even netjes afmaken, dit hoekje hier. Want we moeten ook genoeg tijd overhouden om aan de binnenkant te beginnen, jongens. Ik kan geen McDonald's maken en de binnenkant leeg houden. Dat zou een schande zijn. Oké, ik heb nou eventjes het zo gedaan. Ik heb nou hier allemaal ramen geplaatst. Ik denk dat het wel een beetje een ruimtelijk soort van gevoel krijgt, of geeft, in de McDonald's uiteindelijk. Ik ga hier nu nog één randje rood bovenop plaatsen. En dan gaan we eindelijk beginnen aan het dak. Oké, even kijken hoe werkt het hoor. Want ik probeer hier nu een deur te... Tenminste, een muur te plaatsen. Alleen zag ik nog net dat het niet goed ging met die deur. Maar het lukt wel zo. Even kijken. Dan zijn we nou klaar met de echte outlining. En nou wil ik dus het dak gaan maken. En volgens mij was het dak altijd een beetje bruinig, toch? Dacht ik van de nieuwe McDonald's. Hè? Ik ga het even op moeten zoeken, denk ik. A few moments later. Nou, als ik het op probeer te zoeken, dan krijg ik alleen mijn hele oude witte McDonald's. Maar dit zijn niet degenen die ik bedoel. Ik denk dat ik gewoon het dak ga maken van iets geels of zo. Ik weet niet of ik iets van dakpannen kan krijgen. Ik zou geen idee. Ik denk dat ik gewoon gele blokken ga gebruiken. Ja, en daarmee maar gewoon het dak ga proberen te doen. Ik zou echt niet weten hoe anders. Ik denk dat ik dan gewoon zo en dan die kant, ja, gewoon het hele dak bouw. En dan in een puntvorm of zo en afrond. Ik denk dat dat een beetje voor mij de beste manier is om het aan te pakken. Dit is een beetje het moderne gedeelte. Want tegenwoordig zijn die McDonald's natuurlijk allemaal niet meer heel gekleurd. Dus ik ga hem nog wel een beetje iconisch maken. Maar eigenlijk zijn ze tegenwoordig bijna allemaal gewoon modern. Glas erin. Zo, dit ziet er leuk uit. En vanaf hier ga ik een randje maken die helemaal hierheen gaat. Zo. Hier ga ik de keuken maken. Dus hier kunnen we eigenlijk gewoon een blok maken wat geen kleur heeft. Dat zou helemaal prima zijn. Ik bedoel, wat geen ramen heeft. Dit blok hier, dat heeft geen ramen nodig. Dat is gewoon zoals dit. Klaar. Maak hem even wat hoger. Dat is het voordeel dat we World Editor hebben. Jongens, het is niet echt... Ik zie het niet als vals spelen. Ik zie het gewoon als een kennis die Sebastiaan niet heeft. Het duurt langer dan ik dacht zo'n gebouw maken. Ik had echt verwacht, dat heb ik echt zo gedaan. Maar we hebben een half uur de tijd natuurlijk totaal. En ik merk echt dat hier al heel veel tijd in gaat zitten. Dus ik ga sowieso proberen dit dak in ieder geval af te krijgen. Dan de McDonald's, de letter dus, dit N'tje op die paal. En ik denk dat ik dan maar gewoon meteen ga beginnen aan de drive-thru. Zodat je van buitenaf in ieder geval een mooi afgeronde McDonald's ziet. Ik denk dat dat een beetje het strakste plan is. Of wat ik kan zeggen, is dat ik dit gebouw nu even zo laat. Dus met het dak zoals hij nu is. En dat ik nou meteen ga beginnen. Want straks is het half uurtje bijvoorbeeld om en heb ik alleen maar een gebouw staan. En is verder eigenlijk niks af. Ik denk dat ik dat beter kan doen. En dat de beste tactiek gaat zijn. En dan ga ik denk ik de drive-thru. Ja, dat is even kijken hoe we dat gaan doen. Ik denk dat ik die gewoon zo hier om me heen laat gaan. Oh ja, en ik heb natuurlijk eigenlijk ook die twee hokjes nodig. Waar je natuurlijk betaalt en waar je het ophaalt. Maar dat ben ik eigenlijk ook helemaal vergeten. Ik ga in ieder geval eerst gewoon maar de paal beginnen. En ik denk dat ik die gewoon echt op het randje van de border plaats. Ik denk dat ik gewoon die paal, die maak ik gewoon 4 dik. Die moet natuurlijk echt wel wat hoger zijn. Nog eentje hoger en dan laten we hem helemaal doorlopen tot hier. Zo. Kijk, dan heeft het een rood blok. Heeft het... Oh, dit begint al ergens op te lijken. Dit hier laat Laten we mooi dik lopen zoals dit. Dat kan ik zelf ook met bril. Ik kan alles met bril tellen doen. Jeetje. Kijk nou. We hebben langzaam een McDonald's hier. Ik denk zelfs dat we hier die rode streep terug kunnen laten komen. Kijk, dat we het een beetje zoals dit doen. En dat die dan gewoon hier over het dak heen lopen. Een beetje modern, toch? Oh, en dan laten we dit rode blok nog eentje... Ja, we hebben hem. Hoe ziet dit eruit? Oh ja, dat ziet er cool uit. Nu moeten we alleen hier nog even ramen creëren. Hetzelfde eigenlijk als eronder. Gewoon een beetje laten matchen zoals dit. Dan laten we de witte concrete doorlopen hier. Glazen erin. Tweede verdieping, waarom niet? Kijk nou eventjes naar deze McDonald's, jongens. Dit hier maken we helemaal van steen en de site. Even kijken. Steen en andesite is prima. Hier ook overigens nog. En dan gaan we hier gaan we even een stoep creëren. Dit is de stoep hier. Polished andesite en smoothstone. Kijk, dan hebben we een stoepje randje hier gecreëerd. We hebben een mooie M daar. Dit is mijn McDonald's. Laten we even hem afmaken aan deze kant hier. Want dit ziet er echt niet uit hier. Hier gaan we, weet je wat jongens, hier gaan we ook gewoon met dit werken. Met het mooie blok. Even kijken zo. Doen we hem iets hoger. Doen we hem tot hier. We hebben geen McDrive in deze hier. Daar gaan we niet aan denken jongens. Een McDrive, ik hoop dat Sebastiaan aan een McDrive denkt. Kan hij daar namelijk pluspunten aan winnen. Dit is gewoon super modern hoge ramen zoals hier. Oké, dan moet hier alleen nog even een wit dakje op. Zo, dit moet netjes doorlopen. Witte dakje dicht. En hier het witte dakje ook dicht. Kijk, dat is leuk. Wat er hier dan wel nog mist, is even doen we hier doen we een rode paal. Zo, hoppakee. Met smooth quartz gaan we dan zo doen. Want hier moet natuurlijk, dames en heren, hier moet de prachtige M komen ook. Nog een M. Kijk, hoppakee. Dan hebben we daar een M en dan hebben we hier een M nog.
Die doen we eventjes een beetje zo dat die wel echt vast zit. Alsof, ja, kijk, die zit nu wel vast. Dat is leuk. Goed, laten we even beginnen met de binnenkant. En als we tijd over hebben, wil ik misschien nog wel wat meer doen dan dit. Maar voor nu ziet het er goed uit. Nou ja, op zich. Je snapt het idee als je het zo ziet, volgens mij. Nou moet ik even kijken. Als ik twee blocks stone. Want ik wil natuurlijk nu een weg maken. Kijk, en dan denk ik dat ik eerst al dit weg ga moeten hakken. Ben ik bang. Om dan hier een weg te kunnen gaan maken. Ja, daar ben ik wel bang voor. Dat gaan we maar even doen. Ik ga hier even drie baans rondom de Mac maken. Even kijken. Ik heb hier nou compleet. Ja, dit is overal niet helemaal even netjes gegaan, zullen jullie zien. Maar ik weet niet of dat vanzelf terug gaat groeien of niet. Het gras. Dan moet ik zo even kijken. In ieder geval wil ik hier dan nu de weg maken. Volgens mij had ik ook hele andere blokken kunnen gebruiken. Want af en toe dan, ja, zie ik in Maxi Videos wel blokken die ik dan beter kan gebruiken. Alleen ik heb geen idee waar ik die kan vinden. Dus voor nu doen we het hier maar mee. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat Max nu inmiddels heeft. Want die zal waarschijnlijk echt wel iets heel veel moois hebben staan dan wat ik heb. Dan wil ik natuurlijk, ja, want je gaat natuurlijk eten bestellen. En dan moet je natuurlijk zo'n bord hebben waar je altijd alle menus op ziet. En zo'n praatpaal. Ik denk dat ik die dan hier maak. Dus gewoon zo. Iets van een paal of zo. Ja, hoe maak ik zo'n, heb je gewoon een houten paaltje of zo? Ik weet niet, je moet natuurlijk je eten kunnen bestellen. Ik heb geen idee. Ik zou het echt niet weten. Lightning rod. Ik heb geen idee wat dat is. Eens kijken of dat mooi is. Ja, hier bestel je je eten dan. Hier is de microfoon. Hier kan je dan het menu zien. Dan wil ik hier even white maken. Dat moet dan het scherm voorstellen. Dat je natuurlijk dan daar ja, je eten op zo'n scherm ziet. Kijk, zo. Dan bestel je hier je eten. Dan ga je dan, oh ja, trouwens. En wat je natuurlijk moet doen, wat elke Mac heeft, is natuurlijk zo'n ding dat je maximaal je auto zo hoog mag zijn. Oh ja, dit ging natuurlijk niet, dat blok. Die moet ik zo doen. Kijk, dan ga je hier omheen en dan moet ik hier even een hokje maken waar je dan je betaalt. Zo, de binnenkant hier leuk. Even wat random lichtblokken, zodat het op zijn minst een beetje goed belicht is. Alvast. Oké, okay, dan gaan we met rode concrete. Hier wil ik de kassa maken en waar de keuken ook achter zit, hier. Zo, met smooth quartz maken we een leuke balie. Hebben we hier kassa nummer 1, kassa nummer 2 en dan hier het afleverpunt. Kijk, daar liggen dan ook de pressure plates. Dat zijn de borden waar het eten op ligt. Zo, daar ligt het eten dan klaar. Dan hier eventjes zo helemaal dichtbouwen. Even een beetje netjes alles afwerken, zo. Dan wil ik hier een plafond erin hebben voor de tweede verdieping. Maar de tweede verdieping kijkt uit op de eerste verdieping. We hebben nog een kwartier, jongens. We zijn ongeveer op de helft. Dat is niet slecht. Dat is zeker niet slecht. Even kijken. Ik heb hier een hokje dat je betaalt. Alleen vind ik het nog niet helemaal duidelijk dat je hier betaalt. Dus ik denk dat ik hier iets van zwart steen voor ga gebruiken. Zo, kijk. Hier kan je dan betalen. Dan rij je door. Even kijken. Nou, duidelijker kan het denk ik niet zijn. Ik heb alleen niet het hele gebouw meer heel symmetrisch. Want hier heb je een heel mooi vakje. En dan, ja, achter is het niet helemaal het geval. Nou, dan hebben we denk ik de drive hebben we gehad. En dan kunnen we denk ik nu door naar de binnenkant van het gebouw. Want tot nu toe hebben we in ieder geval dit als soort van resultaat, als ik het mag noemen. En dan gaan we nu door naar de binnenkant. En dat wordt lastig. Dan ga ik natuurlijk nu een keuken moeten maken. Ik besef me nu eigenlijk dat die eigenlijk veel te klein is voor wat ik erin plaats. Maar goed, je moet wat. Dan denk ik dat ik dan tot hier de keuken maak. En dan de rest allemaal met tafeltjes op zo wil gaan doen. Kijk, dus dan maak ik hier. Oh ja, we hebben natuurlijk een balie nodig. Ja, ja, ja. Een balie hebben we ook nodig. Dat je natuurlijk ook eten moet kunnen bestellen binnen. Hier creëren we een ruimte. En dan ongeveer zo bouwen we dit een beetje netjes dicht. Met trapdoors erop. Zo dat hier een beetje de rijen staan. En om de rij al helemaal een beetje logisch te maken, creëren we daadwerkelijk gewoon een rijtje zoals dit. Oh ja, kijk, dat maakt het nog logischer. Maken we een verlaagd plafond met spotjes erin. Dat er ook daadwerkelijk licht is die niet onzichtbaar is. Want nu is het licht natuurlijk een beetje onzichtbaar. Trapdoors erop om het te verbergen. Zo, dan hebben we een verlaagd plafond met spotjes. Hier nog een leuke ingang. Beetje modern glas erbij. Zo, dat is de privéplek. Nou, ah, hier kunnen we de ballenbak voor de kinderen natuurlijk. Dat is de speelhoek. Dan hebben we alle soorten kleuren en weet ik wat nodig, omdat het allemaal ballen zijn natuurlijk. Hier, dan doen we gewoon, dit is de ballenbak, jongens. Zo, de ballenbak. En natuurlijk bij de ballenbak hier ook een leuke glijbaan. Zo, even kijken. Een leuke glijbaan voor de kinderen. En hier nog een schermpje waar ze kunnen spelen, waar ze spelletjes op kunnen doen en weet ik veel wat allemaal. Kijk, dit is de kinderruimte hier. Kunnen de kinderen lekker hun ding doen? Nog even een geel gekleurd kleed hier op de grond. Hoppakee, de kinderruimte is af, jongens. Hier met stairs doen we het even netjes zo. Maar hoe kom je dan boven? Ja, hier moet je naar boven natuurlijk. Oh, wacht. Ja, dat komt helemaal goed uit. Hier kunnen we het trappenhuis van maken van dit. Dit komt echt gewoon perfect uit. Het is ongelooflijk. Hier die rode muur er helemaal tussen. Hier bestel je dan je eten. Dus dan maak ik hem hier weer af. Dan kan je hier is dan de keuken. Hier kan je dan je eten bestellen. Ik wil even kijken of ik iets van een scherm of zo, een kassa of een scherm dat ik daarop kan zetten. Dat het duidelijk is dat je daar je eten kan bestellen. Even zoeken of er iets is wat er een beetje op lijkt. Ik kan
kan gewoon kijken of ik gewoon niet zo'n soort blok kan pakken. En dan hier dan gewoon twee plaats. Ik weet alleen niet of dit heel erg... Ja, oké. Het is niet helemaal wat ik in gedachten had. Ik had liever eigenlijk iets kleiners. Maar als ik tegen Max zeg, joh, dit moeten de kassa's voorstellen, dan denk ik dat Max dat wel begrijpt. Dan moet ik eigenlijk nog iets van een mooie vloer. Nou wordt het een beetje het moeilijkste van het verhaal. Tafeltjes en stoelen. En ik denk dat ik even gewoon op Google op ga zoeken hoe ik een tafeltje maak. Want het kan wel, weet ik volgens mij. Verlaagd plafond met natuurlijk leuke spotjes weer zo. Hoppakee, dan is een beetje licht hier. Een beetje variatie met blokken. Zo, dan hebben we een trappenhuis naar boven hier natuurlijk. Dan kunnen mensen gewoon zo naar boven via dat rode blokje. En dan komen ze op de tweede verdieping. Waar het natuurlijk met glas is afgebakend. Want ze mogen niet naar beneden vallen. Oké, hier komen gewoon sowieso eetplekken meer niet. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik wel nog een aantal prullenbakjes, plekjes voor prullenbakken creëren. Hier eentje. En even kijken, hier eentje. Dat zijn prullenbakken. En het meubilair gaat met spruce zijn. En natuurlijk rood en gele tafels. Zou dat zeggen, hier een stoeltje, zo, hier is het rood. Hier is het geel. Zijn ze tegenaan, zo. Ik heb nog 7 minuten, jongens, ik moet opschieten. Ik moet heel erg opschieten. Ik moet echt heel erg opschieten. Oké, hierboven is het helemaal leuk. Dit zijn mooie plekjes. Kan je lekker gewoon zitten, gezellig, even een hapje eten. Hoppakee, dan nog even wat signs natuurlijk, zo. Oké, de bovenruimte is af. Dan hier beneden nog eetplekken. Zo, als je binnenkomt, loop je eigenlijk gelijk langs tafels. Dan gaan we ook rood en geel doen. Hier rood en dan hier geel. Hier nog een gele. Dan hier doen we ook nog een rode weer. Dan nog een prullenbakje erbij. Prullenbakje erbij. Zo, dat begint er goed uit te zien allemaal. De keuken moet ook nog. En ik heb nog iets meer dan 5 minuten. Snel gewoon. Dit gaan we helemaal vullen met plekken. Gewoon helemaal vullen met plekken, deze handel hier. Ik heb even zitten zoeken op Google, maar ik kon gewoon niet echt iets vinden. En dan... ja, ik kan dit als tafel gebruiken. Kijk, als ik het hier plaats. Ja, dit kan in principe. Kijk, dan heb ik in ieder geval iets van een tafeltjes idee. Max die gaat me waarschijnlijk echt finaal uitlachen. Maar goed, maakt niet uit. Ik doe mijn best, ik doe mijn best. Hier, kijk, dames en heren. We hebben gewoon tafeltjes, een kassa. En kijk, nou wordt het nog even kijken hoe we die keuken gaan indelen. Want ja, weet je, een McDonald's zonder keuken heb je natuurlijk ook geen eten. Hoe we dit gaan aanpakken is ook maar even de vraag. Ik denk dat ik sowieso weer even ga beginnen met alles wit maken. Ja, en dan zie ik wel even. Ik denk dat ik iets van ijzeren dingen of in ieder geval grijzere dingen moet gaan plaatsen die lijken op dingen van een keuken. Ik ben zo benieuwd wat Sebastiaan gecreëerd heeft, jongens. Ik ben zo ontzettend benieuwd. De keuken krijgt een rood plafond erin. Nee, dat krijgt trouwens. Ik heb een idee. Het moet iets industriëler zijn. Iron block, zo. Ook met spotjes natuurlijk weer. Furnaces hier, cauldrons hier. Daar doen we lava in, alsof dit het frituur zeg maar is. Dit is het frituur. Dan komen er van die grote afzuigkappen boven te hangen. Hier, dit zijn de afzuigkappen. Zo, pressure plates een beetje willekeurig erop. Flowerpots, alsof dat de, waar de dingen zijn waar de patatjes in zitten. Chests en barrels erbij, want waarom niet? Het moet een beetje vol lijken. Oké, dan is de keuken wat mij betreft ook wel af. Hier nog even trapdoors tegenaan. Oké, dan is de binnenkant is af. Ik heb voor mijn gevoel aan alles gedacht. Ga ik nog... oh, buiten alleen niet. Oeh, geen tijd. Snel buiten, hetzelfde concept. Kijk, nu heb ik de grond wit. Ja, dit krijg ik niet meer wit op een of andere manier. Ik denk dat dat komt omdat die deur er al staat. Dus dit laat ik dan maar zo. Ik denk dat ik maar gewoon... netherite of zo? Ik weet niet. Ja. Als het maar lijkt alsof hier dingen gemaakt worden. Zo. Oh, ja, dan moet ik natuurlijk dit weer weghalen. En dan doe ik hier hetzelfde. En dan in het midden een hele muur of zo. Dan heb ik nou dit. Ja, ik weet verder niet wat ik hier de binnenkant ga doen, dames en heren. Want ik weet niet echt wat de mogelijkheden heel erg zijn. Ik zit even te denken, dames en heren. Wat ik ook gewoon kan doen, is dat ik hier nog even een afdakje maak. Natuurlijk, je gewoon kan betalen als het regent, dat je dan droog blijft. Kijk, ik denk dat het nou steeds beter herkenbaar... oh, ik moet wel niet onder de map vandaan gaan. Ik denk dat het steeds beter herkenbaar wordt als drive. Hier gooien we 3 soorten prullenbakken tegenaan, zodat mensen kunnen recyclen. Nog even snel alle tafeltjes erbij plaatsen. Iets meer dan een minuut nog. Iets meer dan een minuut. Ik gooi hier nog een leuke boom. Voor een of andere reden weet ik veel waarom. Een beetje natuur erbij kan geen kwaad. Zo. Nee, die is veel te laag. Nee. Weg ermee. Okay, we komen zo terug op de boom. Eerst even de dingen allemaal hier fixen zoals dit. Oké. Dan gaan we het nog een keer proberen. En ik heb een idee. Als je namelijk een slab schuin erboven zet, zo en dan laat groeien, wordt het als het goed is. Kom op, een hoge boom. Het zal wel, geen boom. De boom wil niet groeien. Jongens, ik vind hem wel leuk. Ik vind hem heel leuk geworden. Ik moet zeggen, deze N vind ik beter lijken dan deze N. Ik weet niet wat hier fout gaat, maar dan heb ik hem ietsjes in gaan korten. Want dit vind ik nog niet heel erg mooi staan. Ja, dit is wel beter. Volgens mij zijn ze even groot nu. En ik zie trouwens ook dat ik hem helemaal niet in het midden heb geplaatst. Oh mijn god. Deze twee, die twee paaltjes van hem naar boven de deur doen. Kijk, dat is sowieso in het midden. We gaan gewoon even heel goedkoop gaan we alles boomhielen. We hebben nog 9 seconden, maar dan lijkt het een beetje zo alsof het gedaan is.
Stiekem even wat bomen ertussen laten groeien. Zo. En dan hoor ik het alarm afgaan in mijn wekkertje. En dat betekent dat het tijd is, jongens. Het is tijd om het af te sluiten hier. Ik moet zeggen, hij is wel leuk geworden. Het is een leuke McDonald's. Sebastiaan, de tijd is om. De tijd is voorbij. Oh, ik was bijna klaar met wat ik er wou. Wat wil je nog doen? Maak het maar af. Ja, oké. Geef je het voordeel van de twijfel. Maak het maar af. Ja, dit heb ik echt zo gedaan, gelukkig. ik ben zo benieuwd wat je gecreëerd hebt. Ja, ik denk echt dat van jou zoveel mooier gaat zijn dan dat van mij. Dat twijfel ik dus, want ik vind een half uur tijd. Dan wil ik te ambitieus zijn, waardoor het er eigenlijk niet van komt allemaal. Oh ja, nou goed, ik maar heb nou... Maar op zich is wel grappig geworden. Oké, ja, dit niet helemaal hoe ik het wou, maar goed, ik noem het af. Hij is klaar? Ja, hij is klaar. Oké, dan ga ik de muur tussen ons weghalen. Oh ja, dat doe je altijd zo, ja, dat was het altijd. Ja, dan ga ik de muur weghalen en dan kunnen we het gewoon zien bij elkaar. En dan gaan we kijken welke... Zullen we bij die van jou beginnen? Ja, ik ben is goed. Nou, ik ben okay, heel benieuwd naar je reactie. 2, 1... Oh mijn god. Wat heb ik gedaan? Wat heb je gedaan? Het ziet er zoveel mooier uit dan dat voor mij ook. Ik had oprecht meer verwacht. Ja? Ja, ik denk je hebt nooit gespeeld, maar zelfs dan? Mijn god, wat? Heb jij in de McDonald's ook dingen gebouwd dan? Of alleen de buitenkant? Nee, hij heeft ook gewoon een interieur en zo. Alles heeft het. Ik ook. Ja, ik kan je wel even rondleiden. Een korte rondleiding. Ja, doe maar even rondleiding. Wat is dit bovenop? Ik heb trouwens iets wat jij... Dat moest de M van de McDonald's voorstellen. Dat is de M. Ik heb iets wat jouw McDonald's niet heeft. Dat maakt mij niet beter. Ik had het erover. Ik zei dit ben ik vergeten en ik hoop dat jij het wel doet. Maar een McDrive, ja. Ja, ik heb een McDrive. Kijk, dan heb je hier dit paaltje. Dat moest dan de praatpaal voorstellen. Dit is dan hier, microfoon. Hallo, ik wil bestellen, ja. Hier het menu dat je kan bestellen. Dan heb ik hier de betaalraampje. Hier het raampje om je eten op te halen. Nou, dan rij je zo om. Oké, dan rij je door. Nou, dan heb je in ieder geval een McDrive. Daar heb je al pluspunten met mijn McDonald's. Dat bedoel ik. Dan gaan we even naar binnen toe. Ik is natuurlijk niet hoe ik tafeltjes moet maken. Tafeltjes en tafeltjes in dit geval. Dus ik denk, zo. Dan heb ik nog de keuken. Oh ja, trouwens, ik heb hier de kassa. Ja, deze twee blokken, dat moet dus een kassa voorstellen. Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook afwegen aan. Dat zie je zo meteen En dan heb ik hier de keuken. Dit is de keuken. Ja. Netherite-blok of echt wel. Ja, het is interessant omdat je alle blokken niet kent wat je dan gebruikt. Ja. Als je ook carpets gebruikt in plaats van gewoon de vloer hebt vervangen, vind ik wel ook wel heel grappig. Ja, ik moest dat. Tapijt op aangelegd. Ja, en verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel. Ik was wat heel is erg, dit ja. hier? Oh, hier kan je ook gewoon eten. Gezellig. Ja, dit is dan... dit zijn allebei de kanten op je tafel. Oh, ik vind het wel echt heel leuk. Ik bedoel niet met meer verwachten, zeg maar... Ik wist niet wat ik moest verwachten. Omdat ik jouw kennis gewoon... Ik speel alleen maar Minecraft met mensen die het ook wel kennen. Ja. Dus ik vind het echt heel grappig gewoon wat je gecreëerd hebt hier. Ja, ik wou zo'n beetje zo'n ouderwetse McDonald's maken. Misschien dat je die van vroeger nog kent. Dat die altijd rood waren. Ja, echt rood. Echt. Ik heb een beetje het combi-pakket gepakt. Ja, ziet. Moderner, zo zie ik. Iets moderner inderdaad, ja. Geef eens even een rondleiding bij dat van jou. Oké, welkom bij mijn McDonald's. Ja. Heb ik ook zo'n paal gecreëerd, net zoals jij. Ja, ik zie het. Ja, de gouden boven, noemen ze dat natuurlijk. Dan als je hier binnenkomt zo, kijk, dan kan je hier recyclen. Heb ik drie verschillende soorten. Ja. Kan je ze zo open doen, kan je erin en weer dicht, weet je. Allemaal tafeltjes met verschillende kleuren, met rode tafels en gele tafels, wat bij de McDonald's hoort natuurlijk. En voor de rest is het best wel kaal hier. Jij hebt gewoon een hek geplaatst met een carpet erop of zo als tafel. Dan heb je gewoon een tafeltje. Dat ik daar niet over nagedacht heb. Wow. Ja, maar jij kent Minecraft. Nee, oké, maar ik kan het je ook niet kwalijk nemen gewoon. Nee. Nou, dan kom je binnen. Kijk, ik heb een glazen deur, want tegenwoordig hebben die McDonald's natuurlijk allemaal moderne deuren. Fancy. Ja. Dan kom je binnen en heb je ten eerste hier gewoon een grote eetruimte. Dit is een beetje het moderne gedeelte met dat hout wat ze tegenwoordig gebruiken, weet je. Ja. Beetje modern, maar toch wel met de ouderwets gekleurde tafels. Hetzelfde hier, dan hier ook weer een prullenbakje. Hier heb je twee kassas met de rijen. Je kan niet de keuken inlopen, je moet er even overheen springen. Ja. Hier heb je borden staan waar mensen hun eten af kunnen halen, ook al gaat het in zakjes, weet je. Maar je hebt ook van die platen en zo. Mm-hmm. Dit zijn grills, kijk, dat zijn overtjes hier. Ja. En dan hier de frituurpannen heb je staan. Dan kan je frituren. Lava. Dat is leuk, hè? Ja. En kijk, ik heb wel een beetje hetzelfde gedaan. Zie, ik heb ook gewoon sterks gebruikt als kassa's. Oh ja, wauw. Ja, trouwens. Ik dacht echt, dat was helemaal Max niet zo slecht van je. Ik denk, Max die gaat iets beters krijgen dan een kassa. Maar dit is gewoon hetzelfde. Je kan bijna niet beter creëren, voor mijn gevoel. Nee, klopt. Dan hier hebben we de kinderhoek met de glijbaan, het tv'tje en de bovenbak. En wat doet deze? Doet dit nog iets? Nee, dat is een scherm. Om het elektronisch te laten lijken, weet je? Het is gewoon een scherm. Wacht zo. Ja. Weet je, ik had er eigenlijk nog een painting op moeten plakken. Maar hier de ballenbak, waar de kinderen in kunnen spelen. Ja. Oh, de faal ballenbak.
En, kijk, je hebt hier het trappenhuis. Dan ga je omhoog. Oh, zo. Ik heb nog een bovenverdieping zelfs. Ja, en dan hier kan je lekker boven zitten. Kan je lekker ook eten als je wilt. Ja, en dan kan je naar beneden kijken als je hier zit. Zo. Dat voor mij is wel heel treurig als ik dat met dit vergelijk. Vooral in de tijd, zeg maar, dat we moeten maken. Ja, de half uur. Ja. Ja, maar ik snap jou wel. Jij moet, zeg maar, ik weet precies welke blokken ik nodig heb. Ja, dat scheelt natuurlijk heel en jij veel. Moet nog eerst een minuut of twee nadenken voordat je het goede blok hebt gevonden. Ja, precies überhaupt. Inderdaad. Ja. Ja, ik vind hem wel... Ik vind het heel grappig, de verschillen. Onze twee verschillen. Ja, zeg maar. Nou, de kijkers mogen natuurlijk in de comments achterlaten welke ze leuker vonden, welke meer... noem de voordelen en de nadelen maar in de reacties. Kijk, het voordeel hier is in ieder geval de McDrive. Dat heb ik weer niet, weet je. Hey, maar wat vond je ervan? Ja, leuk om te doen. Heel moeilijk. Ja? Maar ik denk als ik het wat vaker doe, dat ik dan op een gegeven moment wel een beetje op jouw niveau zit. Nou, in principe, dit is niet heel ingewikkeld. Ik bedoel, hier zou je zo kunnen zitten. Ja, dat wel. Dus gewoon, dit gaan we vaker doen, oké? Okay? Meerdere thema's en op een gegeven moment dan halen we toch die muur weg en dan staat er toch iets in jouw kant. Precies, daarom. Ja, daar moeten we eigenlijk naartoe werken. Goed jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Sebastiaan, ik vond het erg leuk om een video met je op te nemen. Nu kan je hem... Ga maar vast editen. Anders. Ja, is goed. Gaan we aan de slag. Ja, gaan we lekker editen zo. Yeah. Jongens, dank jullie wel voor je daar zo'n leuke video. Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk mijn Content Veen Survival Serie. Een hele leuke video om even te kijken. Sebastiaan edit het altijd, dus gewoon even kijken. En nu spreek je later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Boom!